Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik een nieuwe trendeditie uittesten, namelijk de Merry Christmas My Dear van Essence. Dit is een kerstcollectie en ik zal je in deze video wat meer informatie geven over deze collectie. En we gaan samen kijken of deze collectie ook de moeite waard is om voor naar de winkel te gaan. In de winkel is die misschien al wel wat uitgedund te schappen. Dat viel mij toevallig al op, maar online is die nog steeds te koop. Dus mocht je benieuwd zijn naar deze collectie en of het de moeite waard is, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Essence komt eigenlijk ieder jaar wel met een collectie voor de kerst. En dit jaar hebben ze dus gekozen voor Merry Christmas, My Dear. Ik zal eventjes kijken wat Essence zelf over deze collectie te melden heeft. Het kerstseizoen staat alweer voor de deur, dus er zijn genoeg gelegenheden voor een glow-up. Of het nu om een ontspannende dag met familie gaat, of dat je een kerstfeest vol glamour hebt. Met deze nieuwe trendeditie je kerstlook alles bieden wat hij nodig heeft. Er zitten ook wat dingen bij met een heel schattig ontwerp. En daarvoor zouden ze ook heel geschikt zijn om ze als cadeautje weg te geven. Dan gaan we nu gewoon eventjes naar de producten gelijk kijken. Ik zal de prijzen van de producten zoals altijd weer even in beeld neerzetten. Zodat je het idee hebt wat alles heeft gekost. Ik begin even met een liquid blush en dat is deze. Ik vind het heel mooi dat ze weer voor gouden tekst gekozen hebben. Dat vind ik altijd wel een beetje het kerstgevoel naar voren brengen. Deze heeft de naam 01 Hey There You Look Cute gekregen. Essence zegt zelf over deze blush dat hij een vloeibare textuur heeft. Een ultralicht maar hoog gepigmenteerde formule. Hij zou een frisse en stralende look geven. En ook de perfecte moodbooster zijn voor de druilerige maanden van het jaar. Hij zou ook langhoudend zijn en feestbestendig zijn. De applicator, daar moet ik even aan wennen, want hij heeft dus een sponsapplicator. En zo breng je hem aan. Dus blenden is wel echt een must. Ik zal hem gelijk ook even swatchen. En dan zie je eigenlijk ook meteen al dat hij heel erg donker kleurt. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat op mijn gezicht eruit gaat zien. Ik denk wel dat je hem heel goed moet gaan blenden, maar dat gaan we zo meteen uiteraard bekijken. Dan is er een nagellak topcoat eigenlijk, of een topper noemen ze het. En die ziet er zo uit. Hij ziet er heel schattig uit. Hij heeft een naam. Ik moet eigenlijk wel eventjes de namen bekijken met de zaklamp, want die zijn heel erg moeilijk te lezen. Deze heeft een naam. 01 Dare Me Keep Special gekregen. Het is, ik zal je ook even laten zien waarom het zo moeilijk leesbaar is. Het is gouden tekst op een glitterpotje. Dus dat maakt het een beetje moeilijk. Over deze nageltopper zeggen ze dat het een transparante textuur heeft met iriserende glitterdeeltjes. Hij zou ook de nagellak versterken tijdens de kerst. En hij heeft dus een schattig rendierontwerp. Dit haal je eraf, dit is van karton en dan komt het dingetje tevoorschijn en dan ziet het kwastje er heel basic uit. Ik heb hem op dit moment ook opgedaan. Kijk, zo ziet hij eruit. Ik heb hem nu even gewoon opgedaan, want ik heb hem ook eerst geprobeerd op een andere kleur nagellak. Maar dat had ik op goud gedaan en dat zag je niet. Maar ik denk dat je hem op een donkerdere kleur wel goed gaat zien. Dus rood, groen, blauw. Nou ja, wat je voorkeur heeft, daar denk ik wel dat je hem heel goed op gaat zien. Maar zo ziet hij er dan in ieder geval uit op de nagels. Dus het ziet er wel heel gezellig uit. Dan gaan we door naar de lippenbalsem en die is echt super schattig. Die ziet er namelijk zo uit. Het is echt een heel mooi verpakkingetje, vind ik zelf. Deze heeft de naam 01 Oh Dear Christmas Is Here gekregen. Hij zou ultra glanzend zijn en er zit kokosnootolie in. Hij heeft een subtiele lichtroze tint. Ik hoef deze niet te swatchen, want die ga je niet terugzien. Maar hij ziet er echt heel erg mooi uit. Hij ruikt ook echt super lekker. Dat vind ik bij die topcoat ook trouwens. Die topcoat die ruikt echt heel erg lekker naar vanille. Dus dat vind ik echt super lekker. Maar ja, hij ruikt ook echt weer super lekker. Dus dat is deze.
Verder hadden ze ook nog nepwimpers in de collectie zitten. Die heb ik niet gekocht. Dan heb ik nog deze nagelstickertjes. Dat zijn hele leuke stickertjes. Ze hebben de naam gekregen. Wish you. Wat is dit toch een drama, jongens. Echt. Het is allemaal goud, goud, goud. Wish you. Where dear Rudolph. Er zitten dus allemaal kleine stickertjes in die op kerst geïnspireerd zijn. Kerstboompjes en nou ja, allemaal andere leuke stickertjes. Ik denk dat die in combinatie met de topcoat ook echt super leuk eruit ziet. Dus dat zou wel echt super leuk zijn. Maar die heb ik dus nog niet geprobeerd. Maar die wilde ik wel eventjes laten zien, want die heb ik dus wel gekocht. Dan heb ik een Jumbo Eye Pencil. En dat is deze. Die ziet er ook heel erg mooi uit. Volgens mij heb ik hem op zijn kop. Niet, nee. Ik heb hem goed. Dus die ziet er zo uit. Deze heeft de naam. Ja. 01 Let It Glow My Dear gekregen. Het is een highlighting potlood. En je kunt deze voor individuele highlights gebruiken. Maar ook als oogschaduw. En hij zou een romige en glanzende textuur hebben. En hij zou ook nog eens heel soepel over het ooglid glijden. Hij ziet er zo uit. Je kunt hem omhoog en naar beneden draaien aan de onderkant. En ja, ik ga hem zo meteen gebruiken. En zo ziet de swatch eruit. Een beetje goud, wit goud, zeg maar. Wel heel leuk. Dan hebben we ook een highlighter. En die ziet er ook echt super leuk uit. Dat is deze. Een leuke verpakking ook. Deze heeft de naam 01 Shine Golden My Dear gekregen. En het is een highlighter met een fluweelzachte en glanzende textuur. Hij zou een stralende gouden tint achterlaten met een prachtige glans. Er zit een poedertextuur met uniek relief in. Zo ziet hij er dan uit. Echt super mooi. Ook deze ruikt heel erg lekker naar vanille. Het is net of je zo'n vanillezakje opentrekt, zeg maar, waar je je neus in steekt. Die ziet er dan zo uit. Dus het is nog best wel heftig. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe dat er op het gezicht gaat uitzien. Het laatste wat ik uit de collectie heb, dat is een glitter lip beautifier. En die ziet er zo uit. Ook wel weer super leuk. Deze heeft de naam 01 Dear My Heart gekregen. Het zou een voedende glitter lip beautifier zijn voor zachte lippen. Zelfs tijdens het koude weer. Hij heeft zachte glitterdeeltjes en zou subtiel in de glanzen finish geven. Er zit jojobaolie en vitamine E in. Zo ziet hij er dan uit. Ik vind ook die hertjes hier super leuk op de verpakking. En ik heb hem even geswatcht, maar ik moet zeggen dat ik het moeilijk vind vast te stellen. Hij zit hier zo. Dus ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Dus dat zijn de producten. Ik ga even een haarbandje in doen en een spiegeltje pakken. En dan gaan we de producten gewoon uittesten. Oké, ik ga even beginnen met het aanbrengen van de lippenbalsem. Dan zet hij er gewoon even op en dan hebben we gewoon eventjes een idee wat hij doet. Ik vind de textuur vrij stug, als ik heel eerlijk ben. Niet heel makkelijk aan te brengen. En dan zal ik ook even in het spiegeltje kijken, want hij zou natuurlijk een glans achterlaten. Ik moet wel zeggen, hij voelt op zich wel lekker aan. Alleen wat stug. Ik heb niet echt een glansgevoel. Ik heb wel het idee dat hij heel iets licht kleurt. Als ik zo in de spiegel kijk, maar niet echt een heel erg glanzend gevoel of zo erbij. Maar hij voelt voor nu wel lekker aan, dus die laat ik gewoon even lekker intrekken. Oké, dan gaan we verder met de blush. En dit vind ik dus best wel spannend, want ik denk dat die best wel intens gaat zijn. Ik ga gewoon eerst eventjes een heel klein beetje aanbrengen en dat daar blenden, denk ik. Het is ook zo'n grote... Wacht even hoor. Hoe ga ik dit doen? Oké. Oei, dat ziet er inderdaad al heel erg heftig uit. Doe ik ook even de andere kant, want dan kan het potje weer dicht. Dan gaan we dat dus even blenden. Je kunt het ook gewoon met je vingers doen hoor. Maar ja, ik vind het gewoon met een kwastje wel fijn. Even kijken of het er een beetje mooi uit komt te zien. Oh jongens. Oh.
Nee, verschrikkelijk. Hoe hebben ze dit kunnen doen? Kijk nou, het is toch... Nee, dit is echt werkelijk waar vreselijk. Nee. Oh, jongens. Verschrikkelijk dit. Echt. Ik zal de andere kant eventjes uitblenden. Dan gaan we hem eventjes proberen met een beetje foundation. Te corrigeren, want... Oh, wat is dit erg? Oh. Hoe je ook blendt, het wordt alleen maar erger. Het is gewoon net of ik nu een hele klap voor mijn gezicht heb gehad. Of een uitslagje heb. Oh jongens, ik ga even mijn foundation erbij pakken. Dit moet ik eventjes gaan coveren, want dit kan echt niet zo. Zo, ik heb even mijn foundation erbij gepakt. Die ga ik er overheen aanbrengen. Om er toch nog iets van proberen te laten maken. Maar zoals je kan zien, is het echt... verschrikkelijk. Hij dekt er niet eens helemaal. Oh. Mijn bronzer is nu ook helemaal weg. Ja. Nou, hij dekt hem wel, maar die... Oh, wat is dit verschrikkelijk. Nou, gelijk de andere kant. Zal ik hem zo nog even afpoederen? Maar ik snap niet hoe ze dit hebben kunnen doen. Dit vind ik werkelijk waar echt een verschrikking. Deze heeft er ook wat meer moeite mee. Misschien had ik ook te veel aangebracht, maar ik geloof ook niet dat het beter zou worden. Kijk, ik heb hem nou iets gemaskeerd. Je ziet hem nu aan deze kant volgens mij voor mijn gevoel nog wel iets doorheen. Maar ik snap niet wie er bedacht heeft dat dit een goed idee was. Want het is toch werkelijk waar een verschrikking gewoon tot en met. Zo, ik poeder hem eventjes af, want anders kan ik zo niet eens die highlighter toevoegen. Ja, dit is prima. Ben ik gewoon even het natte gedeelte van de foundation weer kwijt. Nou zeg. Ik weet het, ik had ook niet heel veel verwachting ervan. Maar ik had ergens toch wel gehoopt dat die goed te blenden zou zijn. Gaan we nu eventjes door naar de highlighter. In de hoop dat die dan wel wat leuker is. Want nou, die blush daar hoeven we het eigenlijk niet echt al meer over te hebben, denk ik. Ja, het is heel goud. Het moet bij je passen. Weet je, als je van goud houdt, is het prima. Als het je ding niet is, dan... Ja. Ik vind het op zich wel mooi hoor, maar... Ja. Ik ga zometeen gewoon eventjes goed kijken met mijn bril, zoals ik gewoon, dat ik gewoon even heel goed de eindconclusie kan trekken, want dit gaat er niet echt worden. Oké, die zit er dan op. Dan gaan we nu door met die crayonpen. Even kijken wat dat gaat doen. Zo, ik heb jullie wat ingezoomd op de ogen. Ik heb een hele matte ooglook gemaakt, zodat ik de crayonpen erbij kon gebruiken. En die ga ik dan zeg maar op het... dit stukje aanbrengen, want de rest heb ik al wat op zitten. Ik vind dat er vrij weinig gebeurt als ik heel eerlijk ben. Moet even op gang komen. Ik zal hem ook een beetje aan de binnenkant van de ooghoeken aanbrengen. Daar zie ik hem dan wel meteen. Mijn wenkbrauwbot. Ah, het valt me best wel een beetje tegen als ik heel eerlijk ben.
Zo, dan zit hij erop. Ik zal mijn ogen gewoon eventjes gaan afmaken. Maar het valt mij eerlijk gezegd echt een beetje tegen. Het is, nee, ik vind het niet dat het er afspat. Dus het had voor mij echt wel wat meer mogen zijn. Ik zal eventjes mijn ogen afmaken en dan kom ik bij jullie terug om de Lip Beauty Fighter te proberen. Oké, tijd voor het laatste product. De Lip Beautifier. Ik hoop dat die toch echt iets meer gaat doen. Ja, die ziet er wel schattig uit. Ja, je ziet inderdaad wel iets een glittertje. Het is niet overdreven veel, maar hij voelt wel gelijk heel erg verzorgend aan. Dus dat vind ik op zich wel een heel fijn gevoel. Maar er had voor mij nog net iets glitter in mijn ogen zitten. Nou, laten we de producten dan nog maar eventjes een keer doornemen. Die blush. Ja, ik denk dat we daar niet echt meer over hoeven te praten. Want jullie hebben aan mij gezien wat ik daarvan vond. Jullie hebben zelf kunnen zien hoe het eruit zag. Eén woord. Verschrikkelijk. Echt geen aanrader. Ik snap niet hoe ze dit hebben kunnen doen. Want ja, dit is misschien leuk voor Halloween. Als je je wilt verkleden met iets heel erg roze-achtig. Maar nee, dat zag er gewoon echt niet uit. De highlighter vind ik uiteindelijk wel leuk. Hij is wel iets subtieler als dat hij met de swatch was. Je ziet uiteindelijk echt wel wat gouden deeltjes, maar het is niet dat hij van het gezicht afspat. Dat vind ik normaal wel leuker, maar ja... Eigenlijk als ik nu naar mezelf kijk in de spiegel, denk ik, ja, ik zie hem toch wel licht terugkomen. En dat is toch wel leuk, maar dus iets minder pigmentvol als met de swatch. De lippenbalsem, die vind ik uiteindelijk wel fijn aanvoelen. Ik heb hem nu wel vrij kort getest. De structuur is een beetje stug, dat vind ik jammer. Maar ja, ik voelde wel dat hij gewoon fijn aanvoelde. Ik wil hem ook gewoon nog eventjes gaan testen in de nacht, zeg maar. Dat voordat ik ga slapen hem aanbreng om te kijken wat hij de volgende dag doet. Maar ja, het is voor mij ook de eerste keer dat ik hem uittest. Ja, de crayonpen die valt me eigenlijk ook best wel een beetje tegen. Je ziet echt wel heel licht dat het wat doet op de oogleden. Maar het is zo minimaal dat ik dit niet echt fantastisch vind. Er had voor mij veel meer pigment in mogen zitten. Hij glijdt zeker makkelijk over de oogleden. Als ik naar mezelf kijk, zie ik er gewoon bijna niks van terug. En dat vind ik gewoon echt wel heel erg jammer. Ja, die lip beautifier, hij voelt echt wel heel fijn aan op mijn lippen. Maar als ik nu naar mezelf kijk, denk ik... Ja, ik zie wel hele lichte glittertjes. Maar ik vind het leuker voor een subtiele look dan dat ik hiermee aan een kerstdiner zou aanschuiven, zeg maar. Ik vind het niet heel erg kerstwaardig als ik eerlijk ben. Want voor mijn gevoel hoorden bij kerst toch wat meer de roodtinten. Ja, ik had het denk ik leuker gevonden als ze gewoon een echte lipstick erbij in hadden gedaan. Want net wat ik zeg, het is leuk. Het voelt ook echt wel heel lekker aan. Maar ik vind het gewoon niet echt voor de kerst. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje mijn eindconclusie van de collectie. Hij valt me eigenlijk toch wel een beetje tegen. Heel erg jammer. Ja, die topcoat is dan wel leuk, maar dat had ik al een beetje verteld. Maar ja, eigenlijk, ja, ik weet het niet. De producten zien er schattig uit, ze zien er leuk uit, maar de uitwerking valt gewoon super tegen. En dat vind ik heel erg jammer. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jij deze collectie hebt gekocht en of dat jij er een andere mening op nahoudt. Of dat je naar aanleiding van deze video denkt, ik ben blij dat ik de collectie heb laten liggen. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf. Daaronder staat ook een belletje. Als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!